Makkelijk middagje zo? Nou, in topklasse is geen middag makkelijk. Een makkelijke middag moet je afdwingen. Dan moet je heel veel arbeid in stoppen, energie in stoppen, nadenken. Die aspecten hebben we vanmiddag prima uitgevoerd en ook een volkomen terecht overwinning geboekt, denk ik. Is het een combinatie van zelf afdwingen en een matige tegenstander, als ik dat mag zeggen? Nou, ik vind dat we het zelf afgedwongen hebben en dat je tegenstander matig maakt doordat wij dingen doen waarvan we weten dat de tegenstander daar zich daar niet prettig bij voelt. En dat hebben we vanmiddag prima blootgelegd. Kijk, zij kwamen hier denk ik voor een punt. Ze hebben de eerste helft vooral afgewacht, ons het initiatief gegeven. En ik moet mijn ploeg vooral een compliment geven dat we geduldig zijn gebleven, op zoek zijn gegaan naar openingen. En op het moment dat die er kwamen hebben we ze ook afgestraft vandaag. Dat heb je vooral na rust uitgedrukt in goals. Wat maakt het verschil in beide helften? Nou ja, ik denk dat wij beide helften hetzelfde gespeeld hebben. Wij hebben Kozakken Boys geprobeerd zo snel mogelijk onder druk te zetten. We hebben ze geprobeerd fouten te laten maken. Alleen voor de rust moesten we geduld hebben in balbezit. Om ze uit elkaar te spelen en niet uit de organisatie te gelopen, omdat ze eigenlijk alleen maar loeren op de counter. Ja, die hebben we eigenlijk niet weggegeven, doordat we inderdaad goed blijven in de positie blijven spelen. En de tweede helft, ja, dan moeten ze toch net even wat meer open gaan, omdat ze toch er nog wat uit willen halen. Wij kunnen dan toeslaan en dat hebben we goed gedaan. Op het moment dat zij met twee spitsen gingen spelen en met twee mensen aan de zijkant, dan kwam er heel veel ruimte en die hebben we prima uitgebuit. Blij met je nieuwe spits, Thomas Verheid? Ja, ik ben blij met de hele ploeg, blij met alle jongens. Thomas is nieuw. Is een jongen die meerwaarde kan hebben. Heeft hij vandaag prima bewezen. We zijn nog druk met hem bezig om hem in het spel van Jodan Boys ook nog een aantal dingen in het voetballen mee te gaan geven. Maar ik kan niet ontkennen dat hij vandaag een beslissende rol speelt. Top 3. Had jij niet durven dromen, denk ik, in deze fase van het seizoen? Nee, ik kijk helemaal niet naar top 3. Heb ik al vaker gezegd. Wij moeten 4 ploegen onder ons houden. Afgelopen dinsdag bij Lisse heeft bewezen dat wij geen enkele wedstrijd zomaar even met 2 vingers in de neus kunnen spelen. Ik moet mijn ploeg een compliment maken dat we zo goed herstel getoond hebben. En dat we 9 punten hebben. We moeten naar 40.